Tegen FC Groningen speelde NEC een van de beste wedstrijden van het seizoen. Toch werd in de laatste minuut verloren. Mede door een volgens vele onterechte rode kaart voor Sufian El Karouani. Een stijgende lijn, maar geen vlekkeloos strijdplan. Nou, ons strijdplan was niet om met tien te gaan komen, zeg maar. Dus, uh, uh, dus dat was al vrij snel uh, een andere situatie. Maar in principe het spel zag er wel goed uit, net zoals tegen AZ. Dus, er zit een stijgende lijn in. Jawel, ik denk dat het spel aan de bal. Uh, een prima was, ook tegen Groningen. En ik denk dat je voldoende kansen hebt gecreëerd om ook de 4-2 te maken hè, met tien man. Um, dus daar, daar zijn we tevreden over. Alleen we zullen het ook moeten afdrukken en, en de goals minder makkelijk weggeven. Ook Eli Stafsan speelde goed en is daar nu voor beloond. Hij zit in de selectie voor Jong Oranje. Dat is een felicitatie waard. Ja, dankjewel. Uh, ja, heel mooi dat ik werd opgeroepen. Uh, het was ja, eigenlijk aan doel van mij om uh, ja, bij de selectie te zitten en uh, ja, dat nu gebeurt is heel mooi. Het Wilhelmus kent hij al langer, dus dat zit wel goed. Ja klopt, die ken ik inmiddels wel inderdaad. Ik heb uh, ja, sinds de onder 17 eigenlijk uh, ja, vast bij het Nederlands elftal gezeten, dus ja die ken ik wel. De wedstrijd van zaterdag tegen Sparta wordt voorbereid met een zo goed als complete selectie. Bijna iedereen is fit. Uh, Barreto was binnen, uh, dus we zullen dat uh, morgen bekijken. Maar uh, voor de rest, op uh, Abdellou naast iedereen aanwezig. Ik ben nu gewoon helemaal fit weer en ik voel me goed, dus uh, ja, ik kan hier toch niet echt je te spelen. Doelund, die al vroeg uitviel met een enkel blessure in de wedstrijd tegen AZ, is ook weer op de weg terug. gaat heel goed. Hij is ook al buiten. Hij heeft uh, al gedeeltes uh, getraind. Um, volgende week hebben we natuurlijk een interlandweekend, dus geen wedstrijd. Maar ik hoop dat die richting die, die competitiewedstrijd van Cambuur weer wat verder is. De ploeg die zaterdag op bezoek komt is vooral een hardwerkende. Sparta heeft um, laten zien de laatste weken dat ze weten waar het om gaat. Hè. Uh, hebben laten zien dat ze goed kunnen vechten voor de punten. Um, misschien niet altijd het leukste om naar te kijken, maar ja, uh, het zal niet makkelijk zijn. Ja, ik denk dat, uh, dat zij veel gaan inzakken en uh, dat wij veel de bal hebben. En uh, ja, daar moeten we goed mee omgaan en uh, ja, de goede ruimtes vinden en uh, gewoon deze wedstrijd winnen. Zaterdag gaan we zien of Tafsan ook 90 minuten gaat spelen en of de drie punten in de wacht worden gesleept. Om 9 uur wordt er afgetrapt en zoals altijd is de wedstrijd live te volgen bij RN7.